en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Sims 4 aflevering. We gaan vandaag weer verder en ik heb het uiterlijk van de tweeling aangepast. Ik zal het maar meteen eventjes laten zien. Nou, dit is Mila. Zo, die kijkt ook lekker chagrijnig. Die heeft geen zin in de video. Als jij dat wel hebt, doe even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Maar dit is Mila. Ja, ik heb toch gekozen voor lang haar, omdat ik dat toch iets beter bij haar vond passen. En ik vind dit haar echt, ja, de gezicht, haar vorm is er perfect voor. Haar gezicht komt heel mooi uit. Verder heeft ze een soort jurk aan met daar een trui onder en schoenen. Ik moet wel zeggen dat ik dit allemaal een beetje haastig heb gemaakt, want ik wilde heel graag deze video even filmen. Maar ik moet over een uurtje ongeveer ook weg. Dus ja, ik ben nog niet helemaal klaar met het uiterlijk. Ik moet sowieso de andere outfits nog doen. Maar dit is dus, ja, de gezicht, zeg maar, die is wel klaar. Ze is echt super mooi, toch? Ik herken haar helemaal niet meer. Ze lijkt wel een model. Dan hebben we natuurlijk nog Jessie. En die staat hier. De outfit is nog niet klaar. Ik heb alleen eigenlijk nog haar hoofd en gezicht gedaan en het haar. Dit is Jessie. Zij is ook echt zo super mooi. En echt een kopie van Jasmine. Ik heb haar dus dit lange haar gegeven, want ja, ik vond het er wel mooi staan. Ik vind het iets te lang misschien. Maar ja, weet je, dat maakt me niet uit. Ik vind het een beetje gek dat het hier kort is. En dan hier zo lang. Maar goed, ik vond het wel heel mooi staan bij haar gezicht. Dus ja, dit is het gezicht van Jessie. Ik hoop dat jullie het haar ook mooi vinden. Ja, de kleding. Ik heb dit even snel gedaan. Want ik had er geen tijd meer voor. Maar dat wordt dus nog wel aangepast. Al is het ook wel best een leuke outfit. Maar dat is dus nu de tweeling. Ze lijken totaal niet op elkaar. Wat best wel gek is, want het is een tweeling. Maar ja, je hebt natuurlijk ook tweelingen die niet op elkaar lijken. En dat zijn Mila en Jessie. Maakt ook verder niet uit. Het is al in de middag, want nou, de vorige aflevering was een extra lange aflevering. Toen had ik meerdere dagen gespeeld. Dus daarom is het nu... Oh, ze is heel blij. Daarom is het nu iets al in de middag. Ja, de slaapkamers heb ik dus ook helemaal nog niet gedaan. Dat ga ik zeker nog wel doen. Ik zie dat Jessie heeft helemaal geen energie heeft. Maar ja, ze is natuurlijk een vampier. Daar moet ik nog steeds aan wennen, aan dat idee. Maar we kunnen dan eventjes dit doen. Oh, ze heeft ook honger. Oh, ze wil bloed. Oké, maar ze is even aan het mediteren. Dan krijgt ze ook gelijk die vampiervaardigheid. Al had ze die... Oh, ze heeft geen vaardigheden. Dat is triest. Nou, ik dacht dat ze die wel had, maar blijkbaar niet. Mila ook niet dan. Nee, maar ze is wel gelijk weer aan het opruimen. Het is net een huishoudster, joh. Maar ik vind Mila zo veranderd. Ze lijkt echt zo'n Instagram-model of zo. En Jessie ook trouwens. Allebei. Het lijkt me wel leuk als zij samen echt de supermooie tweeling worden, waar iedereen, zeg maar, verliefd op wordt. Echt de populairste van de stad zijn. Dat lijkt me wel leuk. Even kijken. Oh, ze is niet verantwoordelijk. Dat is triest. Maar hebben we niet een vampierboek? Want dan kan ze daar even in lezen. Nee, hè? Nou ja, dan kopen we die natuurlijk gewoon eventjes. Want dat vind ik eigenlijk wel handig om te hebben. Dan kan ze daar eventjes ja, in lezen. Kan ze wat meer weten over het vampier zijn. Want dat is ze nu. Waar is het nou weer gebleven? Oh, het ligt gewoon hier. Oké, prima. Ik weet niet waarom Emily op bed ligt. Maar die is ontzettend moe zo te zien. Het lijkt me zo ook wel leuk om met z'n drieën, met Emily, Jessie en Mila, voor de eerste keer uit te gaan. Want dat hebben ze volgens mij nog niet echt gedaan. Nou, Emily misschien wel, maar ja, de tweeling natuurlijk niet. Dus dat lijkt me wel leuk. Ga samen uit, kijken of we nog leuke jongens kunnen scoren. Of meiden, of whatever. Dit ziet er niet goed uit. Ik weet niet wat hier allemaal gaande is. Emily, je kind is erg ongelukkig. Ja, en ze stinkt. Dus we gaan haar eventjes in bad doen. In bad doen Yara. En Sammy was zo te zien ook niet tevreden. Het is me nog een wonder dat het kind nog niet is weggehaald. Het kind wordt echt zo verwaarloosd. Ze zit hier ook buiten, zo wat op straat, gewoon op de iPad. Wie laat ze het peuzen nou buiten op straat op de iPad? Jasmine doet dat blijkbaar, terwijl zij gewoon lekker aan haar pincho zit. Wat het ook mag zijn. Nou, lekker bezig, Jasmine. In de tussentijd gaat Mila maar eventjes beginnen aan het huiswerk. Want ik had wel leuk, heel leuk in die vakantie huiswerk gemaakt van de basisschool. Maar het had natuurlijk helemaal geen zin. Want ze zijn nu tiener en ze hebben weer nieuw huiswerk. Dus ja, dat is lekker geregeld. Ik ben er trouwens nog steeds niet uit wat ik nou ga doen met de slaapkamers.
Ik denk dat ik deze kamers ja, toch voor de peuters laat. Dus voor Sammy en Yara. Of nou, Yara trouwens, die slaapt hier natuurlijk. Iemand had volgens mij ook nog als idee gegeven om dit als Yara's kamer te maken. Dat het zeg maar grenst aan de kamer van Emily. Wat wel een goed idee is, want ja, Yara heeft nog niet heel veel privacy nodig. Eer dat zij tiener is, dan is ze natuurlijk al uit dit huis samen met Emily. Dus we zouden hier wel een mini slaapkamer van kunnen maken. Van dit balkon en deze kledingkast. En dan doen we de deur van de badkamer gewoon hier en hier. En dan kunnen zij die gebruiken. Moet alleen even kijken hoe dat dan met dat balkon zit. Moet ik hier dan gewoon zo een muur maken? Ja, denk het wel toch. Oh, ik heb een speciaal cadeau voor je omdat je zo'n goede buur bent. Ik stel je vriendelijkheid en vriendschap echt op prijs. Wil je zien wat dat is? Ja, de. Oh, daar is hij ook echt. Oh my god. Vraag om binnen te komen. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat hij komt. Dat is Kengo. Kengo heeft 1000 vrouwen of zo. En 1000 kinderen. Ik weet niet wat hij helemaal doet. Maar goed, laat maar zien wat je cadeau is. Nu ben ik al benieuwd ook. Kom maar op met je cadeau. Oh, weet je, nu ik min of meer klaar ben met wat ik hier wilde doen, kunnen we misschien even chillen. Hoe was jouw dag? Oh, zij krijgt een cadeau. Oh, wow. Jessie krijgt een cadeau van Kengo. Beetje creepy wel. Waarom krijgt zij een cadeau van Kengo? Kengo is letterlijk niks van haar. Ze zijn amper bevriend. Heel vreemd. Ik dacht hij komt met een cadeau voor Jasmine. Maar nee, ik kom met een cadeau voor Jessie. Oké, heel apart. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Stefan. Oh, daar moeten we ook echt weer even naartoe. Want dat is natuurlijk wel hun vader. En die hebben ze helemaal nog niet gezien. Zullen we dat dan eens even doen? Ja, dat vind ik wel even netjes hoor, om dat te doen. Ik heb Stefan volgens mij ergens in een appartementje gestopt in San Misuno. Volgens mij... Nee, hier zit hij niet. Volgens mij zit hij hier. Nee. Oh, waar zit hij nou? Oh, hier zit hij toch wel. Nou, best een leuk appartementje toch? We gaan daar gewoon even langs. Mila en Jessie. Nou, ze zijn hoor even gezellig op bezoek bij hun vader. Want die leeft natuurlijk gewoon nog. En die blijft ook leven. Als het goed is, want die is een vampier. Jezus, wat ziet het er hier uit zeg. Wat een gore bende. Nou, hopelijk is hier binnen wat netter. Oh, kijk, daar zit hij. Oh, dit is echt een heel leuk appartementje. Wauw. Echt heel leuk. Oh, ik schrok me dood. Ik dacht, hij heeft een kind. Maar dat is helemaal niet zo. Gelukkig maar. Het zal heel apart zijn. Ik weet eigenlijk niet. Is het standaard zo leuk, dit appartement? Volgens mij niet. Ah, kijk nou. Wat leuk. Misschien dat ik dit een keer zo heb gemaakt. Ik kan me in ieder geval niet meer herinneren. Zullen we allemaal even gezellig hier gaan zitten? En Jessie kan dan ook meteen ja, wat tips natuurlijk vragen aan Stefan. Want dat is een vampier. Dat is hij al heel lang. Dus we kunnen dit nog niet doen. Waarom niet? Die sim heeft dezelfde rang of het een lage rang. Huh? Maar hij is al zo lang vampier. Hoe kan dat nou weer? Dat is vreemd. Oh, hij gaat weer stretchen hoor. Zag je dit? Zal hij nog steeds hier heel dat witte taarten bakken? Oh, het zal toch wat zijn? Klagen over oneerlijk leven. Ja, het is ook best wel oneerlijk om een vampier te zijn, toch? Nou, eigenlijk niet. Het is ook wel leuk. Grap maken over vroeger. Ja, we gaan even een grap maken over dat hij altijd zoveel taarten bakte. Joh, vervelende man. Wat gaat Jessie nou weer doen? Gaat ze in bad? Nee, toch? Doe even normaal. Je gaat er niet zomaar als je op bezoek bent bij iemand in bad. Ga gewoon even dan je handen wassen of zo. En volgens mij kunnen Mila en Stefan het wel goed met elkaar vinden, want die blijven maar kletsen. Jessie is er ook keer, ja, die gaat er ook weer een beetje vandoor. Maar het is fijn als zij een goede band krijgt, toch? Vind ik wel. Oh, Jessie heeft nu echt gewoon dorst. Oké, dus we moeten nu wel echt beginnen met het bloed drinken. Ja, oh, ruzie maken over wie beter is. Oh, dat vind ik leuk eigenlijk. Dat vind ik wel sensationeel. Hebben ze hun eerste ruzie. Oh, Jessie zit echt zo van, ik ben beter. Ik ben sterker. En wat zegt ze nog meer? Oh, ik heb meer prijzen gewonnen. Of doe het beter op school. Weet ik veel wat ze zeggen. Oh, dit is echt een zussenruzie. Oh my god. Oké, nee, nu moet ik stoppen. Want ik wil dat hun band goed blijft. Ja, die blijft ook wel goed. Oké, maar ik ga niet van Mila drinken. Dat vind ik wel een beetje te heftig. Weet je wat we gaan doen? We gaan nu gewoon eventjes uit. Gaan we Emily ook meenemen? Wat is hier aan de hand? Waarom glimt het hier zo? Is hier iets bijzonders? Nee, toch? Ik weet het niet, maar we gaan wel even dan naar de factory.
En dan neem ik Emily mee. En dan gaan we daar eens even lekker los. Ik heb er zin in. Ze gaan eventjes hun outfits aandoen. Ja, die van Jessie is dus nog niet gedaan. Die van Mila is wel gedaan. Alleen ik wil er nog wel iets bij doen, want dit is wel heel netjes. Zij heeft echt een super sexy outfit. Voor Mila wil ik ook nog wel iets anders erbij doen voor... ja, gewoon voor uitgaan en zo. Ik zie hier dat Macy er is. En dat is toch hun... Wacht, dat is hun oma. Toch? Van Jessie en Mila. Ja, dat is heel gek. Want ze ziet er jong uit. Dat is ze ook. Maar ze is een vampier natuurlijk. Ja, het is haar oma. Oh my god. En die hebben ze nog nooit ontmoet volgens mij. Het is wel gek, want dadelijk... want Mila is natuurlijk gewoon een mens. Dadelijk is Mila ouder dan haar oma. Dat is wel echt heel gek. Maar ja, dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. Oh, ze zit al met een man hoor. Oh, ze zit al met een man te flirten. Nou, dat doet ze helemaal niet. Maar ze zit er wel bij. Hoe heet hij nou? Shingo. Nou, Shingo. Oh, we hebben weer een scouting. Insigne was het volgens mij. Ik had wat reacties gekregen dat ik het niet goed zei. Het is dus niet insign, maar insigne? Of insigne? Nou ja, ik weet het dan niet, maar het zal wel. Oh, Mila komt er ook aan. Die gaat ook met deze man praten. Oh, wat zou het zijn als ze dadelijk dezelfde jongen leuk vinden? Dadelijk worden ze allebei verliefd op Shingo. Nou, dat denk ik niet. Shingo is ook al volwassen. Ze moeten wel even iemand van hun eigen leeftijd vinden. Maar dat zal sensationeel zijn. Dat ze gewoon verliefd worden op dezelfde jongen. Dat lijkt me echt chaos en leuk. Wie is dit? Hayden McCult. Ziet zij er fancy uit, joh. Leuk. Dit is Macy. Dit is Caleb, wat hun opa dus is. En die kennen ze ook helemaal niet. Nou, dan gaan we daar toch echt eventjes eerst naartoe in plaats van die Shingo. Want ik vind het wel belangrijker dat ze hun familie kennen dan een of andere vreemde man. Ik ben ook weer van de partij, zo te zien. Mij kennen ze ook nog niet. Maar met mij kunnen ze weer geen kennis maken, want ik ben te beroemd. Zogenaamd, in de Sims dan. Oké, maar waar... oh, hier zijn ze. Oh, hij is aan het praten. Ze zijn aan het praten. Nou, ze zitten nu eventjes met Caleb te kletsen. Hun opa dus. Dat klopt toch? Ja, dat klopt helemaal. Jessie gaat even vragen wat Caleb voor werk doet, want dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Hij is een vicepresident bij weet ik veel wat voor bedrijf. Oké, interessant. Maar Jessie moet nog steeds drinken. Ja, dat moeten we toch wel echt even gaan doen. Ik weet niet bij wie we dat gaan doen. Wie is dit? Ik zit even te kijken of we nog een beetje tieners zijn. Maar dat is volgens mij niet echt het geval. Alleen maar volwassenen. Hier is weer een markt geweest zo te zien. Ja, ik zoek even een slachtoffer om van te drinken eigenlijk. Maar ja, ik vind het ook weer zo zielig om iemand zomaar te doen. Het is ook weer zo overdreven om het hier midden in deze zaal te doen. Want dadelijk ziet iedereen het. Maar ik zie verder geen slachtoffers. Geen potentiële slachtoffers. Dus ik ga toch eventjes iemand hier pakken. Maaike van der Wal. Oh, wacht. Die zit in die Rebels Club van... Emily, nee, dat ga ik dan maar niet doen. Even iemand die we helemaal niet kennen. Sanvi Gupta, die ga ik doen. Oké. Oh, het kan niet. Oh, dit is een vampier. Oh, nou dan moeten we eigenlijk even kennis met haar maken. Want ja, die blijft dan uiteindelijk ook voor altijd leven. Het is wel handig als we die mensen even kennen. Oké, we hebben kennis met haar gemaakt. Zal ik dan maar van deze man gaan drinken? Ik vind het zo zielig, maar ja... een klein drankje afdwingen. Laten we even rustig beginnen. We gaan er niet gelijk vol voordat hij helemaal flauw valt. Dat is ook weer een beetje heftig. Maar we gaan gewoon een klein drankje afdwingen. Dan doen we net of we hem gewoon zoenen. Niemand die het door heeft, joh. Hopelijk lukt het trouwens, want we zijn helemaal nog niet zo goed. Hoe ziet haar vampier uiterlijk eruit? Oh, een beetje apart. Ik weet niet waarom ze ineens al die dingen erbij aan heeft, maar het zal wel. Oh, ja, daar gaat ze. Oh my god. Jessie's eerste drankje. Wauw. Oké, nou, ze heeft van hem gedronken. Het is er gewoon gelukt. Dat is wel hartstikke top. Ik moet ook nog dus haar vampier uiterlijk trouwens helemaal aanpassen. Vergat ik alweer, maar dat moet ik ook nog doen. Het is gelukt. Oh my god. Ik ben best wel blij. Gewoon de eerste keer gelijk gelukt. Deze mevrouw, Jessica. Oh, ze mag haar blijkbaar niet. Oh, dat komt doordat we net hebben gedronken zeker. Ja. Die lijkt wel een beetje op Jessie. Oké, ik ga een selfie vragen aan Bo. Aan mezelf. Hopelijk mag het. Of ben ik weer zo'n kwal dat ik dat niet wil doen? Nee, toch? Zal het er niet zo zijn? Mag ik alsjeblieft met je op de foto, Bo? Ik zeg Bo. Ik zeg nee. Oh my god, ik ben echt een arrogante kwalbo. Waarom doe je dat nou? Dat zou ik nooit doen. Nee hoor jongens, je mag altijd met me op de foto. Maar in de Sims blijkbaar niet. Oh, Emily zit helemaal met deze, hoe heet ze ook alweer? Hayden te kletsen. Volgens mij vinden we het ook wel gezellig samen. Nou, kunnen misschien wel leuke vriendinnen worden. Ze passen ook wel bij elkaar. Qua stijl vind ik zo, als ik het even snel zie. Want zij is wel een jong volwassen.
Maar ja, dat wordt Emily ook bijna, denk ik. Of... Oh nee, helemaal nog niet. Over 6 dagen pas. Nou ja, dat duurde dus nog wel even. Hayden is werkloos. Oh, nou dat is weer minder mooi. Maar, ja, ik denk eigenlijk dat het weer een beetje tijd is om naar huis te gaan inmiddels. Emily, of nou ja, zij, Mila ligt trouwens heel te slapen ook. Dus ja, en Jessie die is nooit moe, dus die kan voor altijd doorgaan. Maar gaan we natuurlijk niet doen. We gaan weer even naar huis. We hebben leuk wat mensen leren kennen. Leuke man. Gedronken. Ik ben helemaal blij. Oh my god, Yara is uitgehongerd. Ga er snel eten geven dan. Anders gaat ze dadelijk dood. Gelukkig. Oké, ze krijgt eten. Dat komt helemaal goed. Emily gaat inmiddels wel naar bed toe. En ja, dan moet Jasmine er maar even voor zorgen. Want dat doet ze nooit. Dus dat mag zij nu maar even een keertje doen. Ze is toch nog helemaal klaar wakker om 4 uur 's nachts. Dat komt goed uit. Oh, nu heeft Sammy. Oh, Sammy zit nog steeds buiten. Ja, dat kind wordt echt zo erg mishandeld. Gewoon, moet je er nou zien? Sammy wordt gewoon op straat gezet, letterlijk. Het is echt zielig. Oké, nou, dan gaan we eventjes regelen. Ondertussen gaat zij gewoon even lekker een drankje drinken. Ja, joh. Ik denk dat ik Sammy trouwens in de volgende aflevering maar even een keer naar haar vader laat gaan. Want daar is ze natuurlijk nog niet geweest. En waarom staan die kabouters hier eigenlijk weer? Stonden die er al? Nee, toch? Maar ja, ik vind het wel even tijd dat ze daar ook een keertje heen mag. Want Jasmine zorgt helemaal niet goed voor haar. Dus hopelijk Kengo wel. Oh, de vloer is ineens zwart geworden. Dat is apart. Ik weet niet hoe dat ineens kan. Het zal wel. Oh, dan komt Sammy aan. Oh, ze kan helemaal niet goed lopen. 5 uur 's nachts zit ze daar buiten weg te rotten. Vind ik echt zielig. Jasmine. Ben je klaar met Jasmine? Vind ik echt niet leuk hoe ze doet. Sammy heeft inmiddels wat te eten. Eieren op toast. Ik vind het prima. Ze heeft het volgens mij hier vandaan gehaald. Nou, ze moet wel echt nog in bad. Maar dat gaat allemaal goed komen. Oh, Jessie komt alweer naar beneden. Heeft ze al geslapen dan? Ik heb geen idee. Ze heeft wel een pyjama aan die niet super mooi is. Maar goed, dit was de aflevering voor vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Doei doeg!